Twee jaar geleden lanceerde de Antwerpse brouwcompagnie Nonkel Pater. Toen nog als eenmalig winterbier, nu altijd verkrijgbaar. Dat viel zo in de smaak dat we dat sindsdien zijn blijven brouwen. Nu hebben we de afgelopen zomer dat bier in eikenhouten vaten van bourbon gestoken en dat 6 maanden laten rijpen. Door die 6 maanden neemt dat heel veel smaak van die bourbon op, ook die aroma's en ook de houtaspecten van die echt oude vaten wordt mee opgenomen. Het resultaat is een speciale editie van Nonkel Pater. En dat bier hebben we sinds vandaag afgevuld in 75 centiliter flessen. En we hebben dat niet gewoon gedaan. Wat je normaal doet, is dat bier dan mengen met standaard bier, standaard Nonkel Pater. We hebben dat ook geprobeerd, dat was al lekker. We hadden natuurlijk ook al van die vaten puur geproefd. En dat was zo lekker dat we zeiden, dat is eigenlijk nog veel beter. En dat hebben we ook gedaan. We hebben dat bier puur in die flessen gestopt. Veel smaak, maar elk voordeel heeft ook zijn nadeel. Nadeel is wel dat we dan niet zo heel veel flessen over hebben. We hebben 1200 flessen die vanaf vandaag gekocht kunnen worden. Wie het bier wil proeven, zal er dus snel bij moeten zijn, want de reservaties via de website lopen als een trein. Johan noemt het een echt degustatiebier, eerder voor speciale gelegenheden dus. Dus het is niet iets om snel weg te drinken, maar om van te genieten, bijvoorbeeld in een klein glaasje met een stukje paté erbij op een kerstfeest als aperitief. Je kunt dat ook aan iemand cadeau doen als kerstcadeau. Mijn tip zou zijn, geef dat aan niemand cadeau, houd dat zelf bij, want het is echt super lekker.